Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland heeft te maken met vrij veel bewolking en die bewolking die trekt ook nog eens een keertje van west naar oost onze kant op. En dat betekent dat de komende uren de bewolking eigenlijk alleen maar dikker wordt. Er zit ook neerslag bij. Dat kan ik zo laten zien op de regenradar van de afgelopen uren. Die neerslag komt er van het westen uit in voordat het echt harder gaat regenen, al wat lichtgespetter. En uiteindelijk zal die neerslagzone die nu over West-Nederland ligt het land uiteindelijk gaan verlaten via Duitsland, via de oostgrens. Op die neerslagzone zitten ook forse windvlagen. Daarna gaat de wind draaien naar een westelijke richting. Wat af en stroomt geleidelijk ook koudere lucht het land in. Voor vanavond betekent dat temperaturen van zo'n 5 graden in het binnenland. De laatste regen nog in het oosten van het land. Daarna tijdelijk een stuk droger en wat opklarend. En de wind die langzaam begint af te nemen. In de nacht hebben we temperaturen die dalen tot iets boven het vriespunt. Het zal zo'n plus 1 tot plus 4 zijn. Met in eerste instantie vrij droog weer. Later, vooral in het noordwestelijk kustgebied, alweer de eerste buien. Dat zijn winterse buien en die trekken morgen geleidelijk verder het land in. Komt voor. Er kan natte sneeuw vallen, misschien ook wel droge sneeuw en een klap onweer is mogelijk. En als zo'n bui echt wat feller is, dalen de temperaturen fors en kan het even wit worden. En heel lokaal dus ook voor gladheid zorgen. Tussen de buien doorschijnt af en toe de zon en hebben we temperaturen van 3 tot 5 graden. En die temperaturen blijven laag en de neerslagkansen blijven ook vrij hoog. Voor zaterdag hebben we te maken met een beetje het vergelijkbare weer met de vrijdag. Buien, zon tussendoor en bij die buien valt vaak sneeuw, hagel en kan een keer een klap onweer. Weer voorkomen. 2 tot 5 graden. Zondag krijgen we een iets ander weertype. Dan trekt er een lage drukgebied voorbij, met in de loop van zondag van het zuidwesten uit sneeuw. Later op de dag gaat die neerslag waarschijnlijk over in regen, maar dat kan op sommige plaatsen echt tot laat in de avond duren. Een hoop uh, viezigheid, een hoop winterse neerslag en plaatselijk kan 5 centimeter of zelfs wat meer vallen aan sneeuw. Uiteindelijk zal het dus gaan regenen en begint dat allemaal te smelten en maandag overdag lopen de temperaturen weer wat verder op. Dan is het 4 of 5 graden. Sneeuwkansen die er dan nog zijn, met name in de nacht. En in de loop van de dag misschien weer een winterse bui. Maandag is er nog heel weinig ruimte voor de zon. Sneeuwkansen nog even op een rijtje. De eerste dagen een klein beetje sneeuw. Ja, die kans is echt heel erg groot. Substantieel sneeuwval, met name op de zondag. Dan kan er op veel plaatsen 3 centimeter of zelfs iets meer vallen. Ja, of het allemaal gaat uitkomen, moeten we natuurlijk gaan afwachten. Wat we verder zien is dat ook na de periode die we beschreven hebben, na zaterdag, zondag en maandag, dat er toch gereden kans is op wat winterse neerslag. Het blijft voorlopig dus aan de frisse kant. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.